Het voordeel van mega bekende internetpersoonlijkheid zijn, is dat de grote marketing jongens je goed in de gaten houden. Zo ook de mannen van Volkswagen. En in ruil voor een filmpje beloven ze mij een gratis Volkswagen GTI'tje. Beter. Post. Beste Tom, van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs. Eindelijk is het dan zover. Als beloning geven we je graag een GTI'tje cadeau. In de envelop zitten wat centjes. Kies maar lekker een tweedehandsje uit. Veel plezier ermee. Vriendelijke groeten, Volkswagen. Nou, nu ook lekker mee. Op zoek naar een tweedehandsje. Gelukkig ken ik in real life een echt betrouwbare tweedehands autohandelaar. Jos jongen, je gelooft het misschien niet, maar ik heb eindelijk mijn rijbewijs gehaald. Maar er hoort ook een auto bij. Laten we even kijken wat je hebt. Polootje, iets van een Golf. Een Golf. En nou heb ik gehoord dat echte ouderwetse, originele Golf GTI'tjes type 1, dat schijnen toch wel de bakken te zijn. Heb je toevallig wat leuk staan? Ja, ik heb wel wat leuk staan. Wat dacht je van deze, Tom? Ja, dit is een Golfje. pk, 2 liter 16 kleppen erin, geen elektronica, geen stuurbekrachtiging, geen ABS, gewoon gas geven. Hou maar op, je had me al bij die 180 pk. Ik zou wel graag even een proefritje willen maken. Hier met die sleutels. Maakt hier gewoon geil geluid. Deze auto was in de jaren 80 de allercoolste hot hatch die je kon kopen. Kunt u zich de jaren 80 nog herinneren? Die zagen er zo uit. En Tom, vind je ervan? Ja, geil bakkie. Hey, zullen we even over de prijs gaan lullen, want ik wil deze wel hebben. Money, money, money. Must be funny in the rich man. Van harte gefeliciteerd met je tweedehands Golf GTI. Zoals je misschien wel weet, brengen we dit jaar een nieuw type GTI op de markt. En we willen graag dat je die gaat testen. En wel op een ultrageheim circuit ergens in Nederland. Maar wel in ruil voor nog een filmpje. Jos man, ik mag die nieuwe GTI gaan testen. Ja, dat wist ik al lang. Ik stond hem net aan een paar klanten te laten zien. Dit is hem? Ja, dit is hem. Leuk bakje toch? Is ook een mooie bak. Man, jullie staan bij die bak te veilen. Hebben jullie er een beetje verstand van? Jazeker. Ik heb als de nieuwe Golf GTI uitkomt, dan is het meteen alle aandacht op de Golf GTI. Ik heb type 1 tot en met type 5 gehad, dus ik denk dat ik het wel in de gaten heb hoe het werkt. Want ik heb er dus niet zo heel veel verstand van en ik wil eigenlijk wel van de experts weten, welke is nou beter? Als jij wil weten hoe wij erover denken, hoe wij het verschil tussen de beide golfjes kunnen ervaren, ben ik bang dat we toch een stukje moeten gaan hoeken met de auto. Kunnen jullie ook een beetje rijden? Dus gaan we achterkomen. Dankjewel. Ik vond het echt een fantastische auto. Bij mij ging het gevoel van een natte slip er doorheen. Het geluid, de herrie, het gevoel in je pens. Zo ontzettend Spartaans rijden is dit. Geweldig. De kriebels, de knikkende knietjes als je uitstapt, de zweethanden. Er zit niks op. Geen airbags, geen computers, geen elektrische ramen zelfs. Ik denk niet dat het veilig is als ik in deze auto rijd. Ik heb in mijn leven al zoveel GTI'tjes gehad dat dit eigenlijk toch wel een beetje het topje van de ijsberg is. Ik denk als ik vanavond op de bank zit, dat deze wel behoort tot de top 3 waar ik in heb mogen rijden. Toen je klein was en je kreeg een Nintendo van je ouders, dacht je, nou echt, dit is helemaal op aarde. Alles wat je pakt en wat je doet en als je met Mario de lucht in gaat, dat doet deze auto ook. Er zijn meer drempels tegenwoordig en de drempels kan je gewoon net even wat harder pakken als bijvoorbeeld een Golf 1. De type 1, daar begon het mee. Dat is eigenlijk de GTI. De type 2, daar hadden ze het ook nog wel goed mee. De type 3, in mijn optiek, verloren ze het daar een beetje mee. De type 4, nou, dat was echt rampzalig. Toen kwam de type 5, toen begonnen ze het eindelijk weer een beetje te begrijpen. En dan krijg je de 6 en de 7. Dit is wel echt fenomenaal. Ook dit is gewoon echt een hele fijne auto. Maar als je, zoals de wegen hier om ons heen, alleen maar 100 mag, dan voelt het toch een beetje als een gezinsauto. En ik zou nou zo graag het verschil willen weten tussen die oude GTI en deze nieuwe GTI. En daarvoor moet ik ze eigenlijk allebei gewoon meenemen naar het testcircuit. En dat ga ik dus doen ook. En als ik dan nog een kleine ijs mag hebben, ander kleurtje. Dat zou wel fijn zijn.